We staan hier voor de Wendel en de Molenwiek in Plan Zuid in Bovenkaspel. De laatste tijd is veel te doen geweest over de schoolgebouwen van deze scholen. Mijn collega Martini naast mij is de afgelopen periode erg veel bezig geweest met de toekomst van de onderwijshuisvesting in Stedenbroek. Kan je iets meer vertellen, Martini, over de laatste periode? Ja, in december hebben we een voorstel gekregen van het college. En dat betrof twee delen. Ten eerste was een doorkijk naar de huisvesting voor alle schoolgebouwen in Stedenbroek. En het andere gedeelte betrof eigenlijk de projectstart van de Molenwiek in Plan Zuid. Of de IKC in Plan Zuid. Wij vonden op zich dat voorstel vonden we prima. Alleen vonden we dat de prioriteiten hier niet juist stonden. Ja, dus daarom heeft de VVD gepleit om eigenlijk voor de zomer nog met een voorstel te komen om het IKC, een plan voor het IKC te maken. We willen ook gewoon dat dit jaar een duidelijk plan komt voor alle schoolgebouwen in Stedenbroek. Want dat is gewoon nodig om ook de scholen en de schoolbesturen een stukje duidelijkheid te geven. Ja. En heb je verder nog reacties gehad met die van de Molenwiek of de Wendel? Ja, dat is echt. Ik moet zeggen, ik zit 10 jaar in de gemeenteraad. Maar wat ik me hier beleefd heb, dat is werkelijk ongelooflijk. Ik heb op de zaterdag, het weekend na het besluit in januari, heb ik een docent aan de deur gehad. En die kwam mij gewoon een bos tulpen brengen. En met ook het verhaal dat ze zo ontzettend blij was dat dit er nu door is. En dat we nu echt gaan aanpakken. En ik moet zeggen dat ik heel erg blij ben dat de VVD een voortrekker is van dit plan. En ik hoop dat we over een aantal jaren echt hier een nieuw gebouw hebben staan. Dat zou heel fijn zijn. Ja, dus wij als VVD blijven ons gewoon inzetten voor alle schoolgebouwen en alle onderwijshuisvesting in Stedenbroek. Dus 16 maart kies VVD. Kies VVD.